Digitale detox is voor mij de balans vinden tussen on- en offline. Ik geloof erin dat wij op een bewuste manier kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen en dat wij op die manier digitaal comfort kunnen beleven, dat ons plezier geeft in plaats van stress. Daar geloof ik in en daar wil ik mij voor inzetten. De lezing was heel interessant. Het ging dan over digitale detox. En ik vond het een heel interessant onderwerp, omdat het toch wel iets is wat ons de dag van vandaag allemaal wel bezighoudt. Het gaat over dat digitale waar we allemaal mee bezig zijn, zowel privé als werk. Het staat nooit af. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die hun gsm nog ooit afzetten. Dus in dat opzicht vond ik het wel heel relevant. Ook toen ik naar hier naartoe reed, mijn gsm was bijna plat. Dus dat was toch een kleine lichte paniekaanval. Ik vond het heel boeiend, ook omdat ze het eigenlijk op een geanimeerde manier kan brengen. Er zitten filmpjes tussen, dus het is geen droge stof eigenlijk, maar het is gewoon grappig gebracht. En op die manier krijg je toch nog een aantal nuttige tips mee. Ja, er zijn een aantal dingen die ik super fijn vind. Ik vind het gewoon tof om een smartphone te hebben. Alleen die verleiding tot afleiding, daar heb ik soms wel wat last van. Maar ook daar zijn oplossingen voor. Je zou dit kunnen proberen. Dat is ook niet gezellig, hè? Zo op de hand. Wij zouden er zelf voor moeten kunnen kiezen om af en toe rust te nemen. Ja? Genieten van onze digitale connectiviteit, van onze bereikbaarheid, maar ook genieten van het feit dat we af en toe misschien niet moeten zijn. Wij kunnen 24/24 bereikbaar zijn en moeten 24/24 bereikbaar zijn. Dat is kiezen. Wel, de filmpjes maakten het wervelend en haar eigen enthousiasme en bevlogenheid maakt het ook wervelend, maar ook haar kwetsbaarheid. Zij durft ook te vertellen waar ze zelf vandaan komt en welke weg ze heeft afgelegd. En er zit natuurlijk heel veel herkenbaarheid in voor iedereen.